De samenleving moet bewust worden gemaakt van kunst en liefst vanaf de basisschool via kunst- en cultuuronderwijs. Dat vindt Dheeraj Ramsamuj, die al 19 jaar zelfstandige kunstenaar is en verbonden aan de Reditex Art Gallery. Hij erkent dat geprobeerd wordt te werken aan kunsteducatie bij kinderen, maar dat zou niet voldoende zijn. Hoe vaak zie je basisschoolstudenten met de juf naar de gallery bijvoorbeeld komen? Volgens mij alleen wanneer er een speciaal project is waarvoor ze uitgenodigd worden, dan pas zie je ze hier, anders niet. Dus die kunsteducatie is er niet. Als ik even mag vergelijken, ik was in het Museum Louvre, het is in Parijs. En ik zag kleintjes gewoon op de vloer zitten met de meester en kijken naar kunst. Bespreken over wat er allemaal gezien wordt, et cetera. Dat is er niet hier. Dus pas als je de samenleving zult opvoeden met kunst- en cultuureducatie, dan zullen ze kunstbijtend worden. Reditex Art Gallery probeert de samenleving steeds weer te interesseren voor kunst. Behalve dat er kunstprojecten worden uitgevoerd op scholen, zijn er heel vaak verschillende kunstexposities te bezichtigen in de gallery, die de grootste is in het Caribisch gebied.